toch even terug naar landgoed of landschap Overijssel. Ja. Een van de mooie projecten wat jij mooi vindt zijn de iconen van het landschap. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Ja, graag. Iconen. Bij iconen heb ik iets waar je echt gek op bent, waar je van moet houden. En Overijssel is zo'n mooie provincie, je kent zoveel landschappelijke plekjes, natuurwetenschappelijk of zoals hier, dit prachtige huis, dat wij en jij ook daar haast een iconische waarde aan koppelen. En dat is wat ik bedoel met iconen om van te houden. Heel wetenschappelijk beredeneren dat iets kwetsbaar is of dat iets verantwoord is om te beschermen, werkt eigenlijk voor ons als inwoners van Overijssel niet. Maar als je het pakt over iets waar we trots op zijn en wat we gewoon bewaren willen, dan blijft het ook bewaard. Want dan willen we ons daarvoor inzetten. Maar hoe betrek je die Overijsselaar daar dan bij? Ja, mooi dat wij vandaag bij jou mogen zijn en daarover mogen vertellen. Dat is een eerste. Maar we doen dat natuurlijk zelf ook met heel veel activiteiten vanuit onze bezoekerscentra, met ons tijdschrift, met excursies. Natuurlijk ook met een stukje beleidsbeïnvloeding. De provincie is op dit moment bezig met beleid aan het schrijven voor het landschap. Dan proberen we natuurlijk de kwaliteit van ons mooie Overijsselse landschap om dat onderdeel te maken van het beleid en hoe je daarmee om moet gaan. En wat is jouw icoon of is het een inkoffertje? Ja, dat staan is een we zeker vlakbij, we staan erbij, ja. Ja, en er zit zoveel emotie. Ik heb net al verteld dat wij hier natuurlijk toen we jong waren veel kwamen. Maar het grappige is dat toen ik opgeroepen werd om een gesprek te hebben over eventueel deze functie, toen vertrok ik van mijn kamer en toen keek ik, en dat had ik niet door, naar een foto. En dat was de foto van de laatste foto van mijn vader en moeder en mij op dit landgoed. Het is toch wel bijzonder, hè? Ja, dan ga je bijzonder naar een sollicitatiegesprek en dan kijk je dus naar de laatste foto waar je samen met je ouders op staat. Dus het heeft in die zin heeft het ook een stukje emotionele waarde. Het is onderdeel van mijn jeugd, maar het is ook een onderdeel van onze toekomst. Jij geniet ook nog wel van de rest van Overijssel? Ja, maar natuurlijk. ik kan een heleboel mooie dingen vertellen. Bijvoorbeeld kievitsbloemen op de buitenlanden. Ik zeg hem wel eens de Zwolse tulp. Want het is heel bijzonder voor deze regio. Ik kom natuurlijk heel veel in Noordwest Overijssel. Mooie objecten. Maar nog bijzonderder zeg ik dan is Noordoost Twente. Waar wij heel veel bijzondere natuurgebieden beheren. Of waar de kroezeboom staat. Wie kent de kroezeboom in Vleringen. Precies.